Welkom bij de 25.5 Biocast en die heet Stroomversnellingen en Blokkades. Ik heb hier op de tak een aantal vogels zitten. Dat zijn alle vogels die ik in mijn onderzoeksgebiedje heb. Wat bepaalt nou, welke factoren bepalen nou hoeveel ik volgend jaar in mijn onderzoeksgebiedje heb? Het kan eigenlijk niet simpeler zijn. Het is het aantal geboortes, wat ik erbij op moet tellen. Het aantal immigranten, wat ik ook op moet tellen bij mijn populatie. Het aantal emigranten, dat trek ik eraf. En het aantal sterfgevallen trek ik er ook bij af, vanaf. Dus wat ik heb, plus geboorte en immigratie, min sterfte en emigratie, is het aantal wat ik overhoud het volgend jaar. En dat is RI, dat is de groeifactor. Niet alleen die RI moet je kennen, nog een aantal begrippen die neem ik even met je door. N is de populatiegrootte in mijn onderzoeksgebiedje. En 0 is die populatiegrootte op het eerste tijdstip dat ik meet en dat stel ik op 0. En T is de populatie op een willekeurig tijdstip, tijdstip T. K is de draagkracht, het aantal individuen wat in dat mijn onderzoeksgebied kan leven, waar genoeg hulpbronnen voor zijn. RI was de groeifactor, die had je net al gezien. T is de gemiddelde generatietijd van mijn onderzoeksoort. Klein letter T is de tijd. En R is de groeisnelheid van de populatie. En die bereken je door het logaritme te nemen van de groeifactor. En dat deel je door de generatietijd. Dan krijg je een getal uit. Als dat getal groter is dan 0, groeit de populatie. Is die kleiner dan 0? Dan neemt de populatie af. Ik heb hier een hypothetisch eiland en daar plaats ik een aantal mussen. Er zijn voor die mussen, het zijn de eerste mussen die daar komen en ze hebben onbegrensde hulpbronnen. 5 mannetjes en 5 vrouwtjes. Per paartje krijgen ze 10 nakomelingen. De ouders gaan elk jaar dood en er is geen immigratie en geen emigratie. Geert Wilders zou zich prima thuis voelen dus. Er zijn er 10 mussen. Dat zijn natuurlijk 5 paardjes, de helft van het aantal mussen. En die krijgen C2, het aantal paardjes, maal 10 aan jongen. Dat betekent dat deze hetzelfde is als deze, want de ouders gaan dood. Dat is de helft van het aantal paardjes en dat zijn er 250. En zo loopt het aantal op. En als je hier kijkt, zie je dat dit een exponentiële groei is. Een logistieke groei. En gaat dus steeds steiler omhoog. Die ongeremde groei kan natuurlijk wel een poosje doorgaan op zo'n eiland. Maar op een gegeven moment krijg je toch te maken met de geremde groei. We kijken naar een voorbeeld. Daar is de groeisnelheid van de populatie gesteld op 0,1. De startpopulatie is 10. En er is een draagkracht van 1000 individuen. Op tijdstip 0 hebben we er dus 10. Dat is een kwestie van het overnemen in cel B2. Dan na 1 generatie krijg je het startaantal, de 10 hier, B6, plus de groeisnelheid, 0,1, maal, en hier hebben we B3, dus de draagkracht, min B6, het aantal daarvoor, delen door de draagkracht, maal het aantal individuen. En dat zet je door, je kopieert hem, en dan krijg je deze grafiek van de logistieke groei, of de logistische groei. De geremde groei. Je ziet het aantal hier al afnemen en dan stabiliseert het rond de draagkracht. En dat was de geremde groei. Nou, je zag het net al even in het filmpje bij exponentiële groei. Er is een formule voor, maar met je graafje, de rekenmachine, kun je er nog in invullen. NT, het tijdstip, dus de populatie op een bepaald tijdstip, is de populatie op tijdstip 0 maal E tot de macht. De groeisnelheid
maal de tijd. Bij geremde groei, daar wordt hij iets ingewikkelder. Het is hetzelfde gedeelte staat achteraan, maar je moet de draagkracht aftrekken van, tussen haakjes, de draagkracht min de populatie op tijdstip 0. Dus als de populatie op tijdstip 0 heel klein is en de draagkracht heel groot, dan wordt het gedeelte voor het maalteken heel erg groot, dus wordt daarmee ook de groei heel erg groot. Omgekeerd, als de populatie op tijdstip 0 al heel erg in de buurt is van de draagkracht, dan wordt het gedeelte voor het maalteken heel klein en daarmee de groei ook. Boven heb je de J-curve, daarop lijkt die exponentiële groei inderdaad. En die andere is de S-curve, die kun je er ook wel in zien. Vraag 7 is lastig te maken omdat je sommige gegevens niet af kunt lezen en andere die kloppen niet helemaal. Nou, de vraag is bereken de brasemdichtheid in 1991. In 1991 was er 70 kilo per hectare aan brasem. Omdat een brasem gemiddeld 1,5 kilo weegt, betekent dat dat de dichtheid 70 gedeeld door 1,5 is 46,7. Dus omdat je 17e brasem niet zo vaak ziet zwemmen, 47 brasems per hectare. Bij 7b ga je ervan uit dat het de enige prooi voor snoeken is. Dus dat betekent dat de draagkracht voor snoeken afhangt van de hoeveelheid brasem. En in 1990 was er 120 kilogram aan brasem per hectare. En de dichtheid van de brasems in 1991 is 58% van die in 1990. Dus 120 tegen 70, dus 58%. Dat betekent dat de snoekdichtheid ook 58% moet zijn. Het aantal snoeken in 1990 was 81.000. Dus dat betekent dat in 1991 er 58 keer 81.000 is 46.980 snoeken waren. 7c die gaat uit van een brasemdichtheid van 8 per hectare in 1997. En dan moet je de draagkracht voor de snoeken berekenen. Nou, in 1990 was de brasemdichtheid 80 per hectare. In 1997 is die een tiende, namelijk 8. Dat betekent dat de draagkracht voor de snoeken, die in 1990 81.000 was, ook met een tiende vermenigvuldigd moet worden. En dan kom je uit op 81.000, dus de draagkracht in 1997 is 8100 snoeken. En 7D, is natuurlijk de essentie. Je had een overmaat aan brasem. Daarom werd er in 1990 500.000 snoeken uitgezet. Gigaveel. En doordat het zoveel snoeken waren, konden ze die populatie aan brasem uitdunnen. En dat lukte natuurlijk. Waardoor het aantal der populatie van brasems in elkaar zakte en er nog maar heel weinig brasems over waren. Al die snoeken waren natuurlijk boven die draagkracht van die populatie. En doordat ze bijna geen voedsel meer konden vinden, waren er heel wat snoeken die emigreerden. En van de snoeken die niet emigreerden, was een groot aantal die doodgingen. En wat er overbleef, was een kleine hoeveelheid brasem. Met naar de draagkracht van die kleine hoeveelheid brasem een nog kleinere hoeveelheid snoeken. En dat was de essentie van 7D. En dat is ook het einde van de 25.5 biocast. De laatste die je in V6 van mij krijgt. Dus ik sluit af met veel succes met studeren voor je examen. En hopelijk niet tot volgend jaar.